sunweb-stylist Jan den Dievel geeft tips en tricks. Welkom bij de vakantiestylist. Wat is de perfecte outfit om te dineren op reis? Heel belangrijk voor de man is dat je checkt op voorhand, als je in een hotel zit, of dat je mag gaan eten met korte broek, of dat het verplicht is met een lange broek. En dan kan je opteren voor een lange beige broek of een lange linnenbroek. Iets luchtig, maar wel stijlvol, met een leuk mooi hemd erop. En dan ben je eigenlijk helemaal direct gekleed. Wil je toch iets jonger en sportiever, dan kan je altijd opteren voor een witte broek. Ja. Met dan een leuke t-shirt. Oh ja. Een beetje meer kleur. Casual chic. Ja. Als je het helemaal afgewerkt wilt, kan je er altijd een colbertje bij doen. Oh ja. Is het hotel niet zo streng? En mag je ook eventueel met een mooie klassieke Bermuda short gaan? Dan kan dat ook en is dat ook heel stijlvol. Ja. Afhankelijk van hoe chic of hoe casual je het wilt, kan je ofwel voor een mooie nette sneaker gaan, ja, of kies je voor een leuke mocassin. Oh, mooi. En stapschoen. Wat heb je voor mij in petto? Ik heb voor jou een iets langer jurk mee. Ja? Een jurk dat je eigenlijk makkelijk kan combineren. Ik kan er eigenlijk mee naar het strand gaan, maar ik kan er even goed 's avonds mee gaan eten. Dus dan neem je nu dat je die jurk neemt. Ja? Je doet er een leuke tas op. Je doet er een leuke oorbel bij. Oh. Nice. En je bent helemaal klaar. Doe je dit allemaal weg, dan kan je die even goed over een bikini doen als je van het strand komt. Als je één mooie jurk meeneemt op reis, is dat in principe genoeg. Neem wat verschillende juwelen mee. Je doet de ene dag de roze, de andere dag de rode oorbel. Dan doe je er nog een keer een gekleurde sjaal bij. Dan heb je eigenlijk al helemaal iets anders. Dan hoef je geen 5 of 6, 7 avondjurken of jurken mee te nemen om te gaan eten. Door je accessoires te veranderen, kan je eigenlijk heel makkelijk een andere look creëren. Als je schoenen kiest voor op reis, dan is een sandaal wel goed, maar wel liefst op een hoge hak. Je hebt die ook in lage versies. Kan, is ook elegant. Maar mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar dit. Als je het iets gemakkelijker wilt, kan je altijd naar een sleehak gaan. Dat kan je, hè? Sleehak, je ziet ja, zo door. Dat loopt net dat is iets steviger. Vind je van jezelf dat je geen mooie voeten hebt of geen mooie tenen hebt, dan kies je voor een slotenpump.